Goedenavond mensen, beste NVA-vrienden. Welkom bij deze webinar over inflatie. Een fenomeen waar jullie denk ik in versneld tempo de voorbije dagen, weken, maanden eigenlijk al mee te maken hebben gekregen. Terwijl we er eigenlijk 10, misschien wel meer jaren niks van gehoord hebben. Vandaar dat ik de korte presentatie die ik ga geven ook de titel meegegeven heb. Inflatie terug van nooit weg geweest. Eerst en vooral ook nog eens hartelijk dank voor jullie aanwezigheid, want het is een prachtige avond, prachtig zonnetje. Ik neem aan dat er sommigen onder jullie misschien wel met de pc in de tuin gekropen zijn in het zonnetje of zo, maar ik apprecieer in ieder geval jullie talrijke aanwezigheid op deze webinar. Laat ons onmiddellijk van start gaan en eigenlijk de drie fenomenen waar ik het zou willen over hebben, als ik tenminste in beweging krijg. Voilà. Wat zeggen de cijfers over de inflatie? Wat zijn de aandrijvers in de inflatie? En wat is next? Wat kunnen we verwachten in zaken die inflatie? Ik ga er relatief snel door, omdat ik denk dat het vooral een punt is om op jullie vragen en opmerkingen zo goed en zo kwaad mogelijk te antwoorden in het vervolg van deze webinar. Wat de cijfers betreft, ziet u hier de evolutie van de inflatie over de jongste pakweg 8 jaar. Voor het geheel van de OESO-landen, de plusminus 30 rijkste landen waar België toe behoort, en die toch ruim 3/4 van de wereldeconomie uitmaken. Ik heb daar een onderscheid gemaakt tussen de inflatie met de energieprijzen erin en zonder de energieprijzen. En je ziet dus dat er wel degelijk een duidelijk verschil is, vooral sedert begin van vorig jaar. En dat dus vooral de energieprijzen die inflatie in het algemeen opgestoomd hebben. Iets waar wel de jongste weken wat verandering begint in te komen, want er zijn steeds meer ook andere prijzen die de hoogte aan het ingaan zijn. Maar dus u ziet duidelijk de breuk sedert een goed jaar met wat er zich in de periode voordien, 8 jaar geleden pakweg, heeft afgespeeld. Wat België betreft zitten wij een beetje tegen onze gewoonte in, want over het algemeen zijn wij toch wel een relatief laag inflatieland geweest. Zijn we op dit moment mee in de kop van het Europese peloton. Cijfers per eind januari, de recentste cijfers liggen in dezelfde grote orde, zijn niet dramatisch verschillend. 5% inflatie voor het geheel van het eurogebied en België zit met zijn 8,5% duidelijk vooraan in het peloton. Wat toch wel een aantal consequenties heeft waar we straks zeker en vast verder zullen op ingaan. Omdat die positie van België een beetje verder te illustreren, heb ik hier op een grafiek gezet. Enerzijds, ik hoop dat de kleur voor u dezelfde is, in het oranje blokje ziet u waar de inflatie op jaarbasis zich bevond in januari 2021. En in het rode blokje waar de inflatie zich in januari, eind januari van dit jaar bevond. En dan ziet u duidelijk dat land, dat België het land is dat er echt uitspringt. Voor het geheel van de eurozone zijn we van 0,9 naar 5,1 gegaan. Duitsland zit zeer sterk in die richting met van 1,6 naar 5,1. Frankrijk kom ik zo dadelijk op terug. Maar wij zijn dus van een inflatie van 0,6, eigenlijk een van de laagste inflatiegraden binnen de eurozone, naar een van de hoogste gegaan, 8,5%. Frankrijk is een speciaal geval, maar om redenen die niet logenen. Waarom is de inflatie in Frankrijk nog altijd maar iets meer dan 3%? Omdat met name de energieprijzen in Frankrijk veel minder de pan uitgeswingd zijn dan bijvoorbeeld bij ons, of dat zeker dan bij ons. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de dominantie van kernenergie die in Frankrijk tot 80% van de elektriciteit levert. En die uiteraard in termen van kostprijs niet of veel minder gevoelig is aan wat er gebeurt op olie- en gasmarkten. Maar dus België springt er echt wel uit. Wat heeft die inflatie aangedreven en wat drijft die inflatie nog altijd aan? Ik heb er al op gewezen, de energieprijzen die als gevolg van de oorlog in Oekraïne en een paar andere verschuivingen fors gestegen zijn.
Dat heeft een indirect effect op de prijzen van een aantal andere producten en diensten waarin energieprijzen vervat zitten. En je hebt een derde, wat men noemt de tweede ronde effecten, vooral via de arbeidsmarkt. U weet dat wij in België de directe indexering van de lonen hebben. Dat maakt natuurlijk dat de doorrekening van de prijsstijgingen als gevolg van de stijging van de energieprijzen zeer snel gaat in België. En dat is een van de voornaamste redenen waarom België in de voorgaande grafieken nu niet bepaald een goed figuur sloeg op het vlak van evolutie van de inflatie. Er is ook, wordt vaak uit het oog verloren, een deflatoire effect van die stijging van de energieprijzen. Want net omwille, en ik durf aannemen dat jullie dat allemaal wel wat ondervinden vandaag, dat de energierekening zodanig gestegen is, en Vivaldi heeft wel een paar krentjes uitgedeeld om het allemaal wat te verzoeten, maar ik denk niet dat dat, spreekt me tegen, als het toch zo zou zijn, veel effect heeft. Er is natuurlijk een effect op uw bestedingspatroon. U kan helaas minder aan andere goederen en diensten besteden, omdat u meer aan energieproducten moet besteden. En dus in die zin is dat dan voor die andere goederen en diensten uiteraard een neerwaarts effect op de prijzen daar, maar in de globaliteit van de economie krijg je toch duidelijk de dominantie van het opwaartse inflatoire effect van de stijging van de energieprijzen. Een tweede belangrijk element in de stijging van de inflatie is wat economen noemen de aanbodverstoringen, namelijk aanbodketens die omwille vooral van COVID en lockdowns en social distancing en allerhande maatregelen verstoord raken. Er zullen onder de aanwezigen, durf ik aannemen, mensen zijn die aan het bouwen zijn of die aan het verbouwen zijn. Ik neem aan dat zij bijna allemaal verhalen kunnen vertellen over materialen die ofwel niet beschikbaar zijn of veel later beschikbaar kwamen dan aanvankelijk beloofd en ondertussen ook duurder geworden zijn omwille van al die verschuivingen. Dus zowel de energieprijzen als de verschuivingen langs de kant van het aanbod in de economie, van de manier waarop de bedrijven werken, hebben die inflatie omhoog geduwd. Vaak vergeten in de hele discussie, maar ook belangrijk is het monetaire gegeven, de centrale banken, waar ik uiteraard straks nog zal op terugkomen. Ik noem dat de achterliggende drijvende krachten van de inflatiemotor, die op twee niveaus speelt. En ik wil hier absoluut geen technische uitleg over hoe monetaire evolutie in elkaar zit gaan uit de doeken doen, maar ik moet hier toch dit even aanraken. De geldhoeveelheid die in de economie aanwezig is, het geld dat u in uw portefeuille hebt, het geld dat u op uw rekening hebt, dat geld gaat een aantal keren rond in de economie. U trekt uw wedden, u trekt een vergoeding, u besteedt, u krijgt terug een wet of een vergoeding, u besteedt terug. En dus de omloopsnelheid van het geld is een belangrijk gegeven. Nu, wat zien we of wat hebben we gezien? Dat die omloopsnelheid van dat geld om allerhande redenen, die onder meer ook met technologie te maken hebben, was al 10 jaar lang dalend. Nu is dat terug aan het stijgen. Wat dus betekent dat eenzelfde hoeveelheid geld, eenzelfde aantal euro's, sneller doorheen het economisch systeem stroomt en dus eigenlijk ook een opwaartse druk gaat uitoefenen op de prijzen. Maar nog belangrijker dan die toename van de omloopsnelheid van het geld is de versnelling in de geldmultiplicator. Excuseert u mij 1000 maal voor het gebruik van zo'n term, maar ik kan niet anders als ik jullie een ernstig verhaal wil vertellen om hier 1 minuut bij stil te staan. Centrale banken, dat zal u al wel gehoord hebben, creëren geld. Dat is gedeeltelijk waar. Het zijn de financiële instellingen, de banken, die in heel dat proces minstens even belangrijk zijn dan de centrale banken. Want hoe komt geld in onze economie tot stand? Een centrale bank koopt van een bank, van een financiële instelling, obligaties of ander waardepapier dat die bank in de loop der tijden zich aangeschaft heeft en zet geld, 1 miljoen euro, 10 miljoen euro, 100 miljoen euro, op de rekening van die bank.
Die bank die doet uiteraard iets met dat geld, namelijk trachten solide kredieten te geven. Dat is de geldmultiplicator. Dus de mate waarin het geld dat de centrale bank uit het niets creëert naar de financiële instellingen toe, wordt door die financiële instellingen gemultiplieerd, vermenigvuldigd. En zo ontstaat dus de geldhoeveelheid, in de vaktermen wordt dat M3 genoemd, die dan circuleert in de economie en die dus aansluit op mijn eerste opmerking over de versnelling van de omloopsnelheid van het geld. Wel nu, wat zien we, zowel in de VS als in Europa, dat die geldhoeveelheid M3, dus die geldhoeveelheid die ontstaan is als gevolg van de geldmultiplicator, dat die vanaf 2010 wat meer is beginnen stijgen, maar nog niet echt spectaculair. In de eurozone wel al van rond 2000. Maar dat die, met name met COVID, een enorme sprong omhoog gemaakt heeft. Er is kolossaal veel geld gecreëerd in de aanvangsfase van de COVID-crisis. U ziet dat hier, dat volume aan geld dat circuleert in de economie, waar een gegeven productie plaatsgrijpt, onvermijdelijk leidt dat tot opwaartse druk op de prijzen, zoals we dat vandaag ook zien. En ik kan niet genoeg benadrukken, beste vrienden, dit monetaire verhaal, ik denk dat u daar nog niet vaak over gelezen hebt in de media, ik heb er in ieder geval nog niet veel over zien verschijnen, maar dat is van wezenlijk belang. Dat is alleen door een zulkdanige evolutie van de geldhoeveelheid is het mogelijk dat energieprijzen en andere stijgende prijzen op den duur een werkelijk algemene inflatie gaan creëren, wat we vandaag zien gebeuren. Nog andere aandrijvers waar ik kort ga overgaan. In China heeft het beleid enkele jaren geleden beslist dat men veel meer wil gaan steunen op de interne vraag in China zelf dan wel op de export, waardoor er dus minder goederen vanuit China voor de export beschikbaar komen. Vraag en aanbod, uiteraard daar ook een tendens tot stijgende prijzen. De slapende kosten van de energietransitie en de klimaatregelen, zonder twijfel een belangrijk element. Meneer Timmermans, de eurocommissaris, die ons met alle mogelijke middelen tracht te overtuigen van in het kader van de vergroening van de economie CO2-uitstoot met geweldige percentages terug te drijven, heeft altijd eigenlijk maar een half of een drie kwart verhaal verteld, want dat daarvoor heel wat andere maatregelen nodig zijn om dat op een beetje redelijke en niet-inflatoire manier te laten verlopen, dat heeft hij altijd achterwege gelaten. En voor een stuk is dat een onderdeel van de uitleg van wat we vandaag zien. Demografie, derde element, veroudering van de bevolking. Een bevolking die meer spaart. Er is ook minder aanbod qua actieve bevolking. De actieve bevolking krimpt relatief ten opzichte van de totale bevolking. En dus ook daar een tendens tot loonsverhogingen als gevolg van minder aanbod in de arbeidsmarkt. En dan hebben we in de Verenigde Staten nog met Trump, nadien met Biden, extreme maatregelen gezien om via budgettaire tekorten de economie te stimuleren. Wat betekent bijkomend vraag in de economie pompen en dus ook een tendens tot prijsverhogingen als bijna onvermijdelijk gevolg. We hebben de cijfers gehad, we hebben de aandrijvers kort overlopen. Wat nu? Ik denk dat er twee elementen cruciaal zijn om de inflatietrein te stoppen. Ten eerste, concurrentiebeleid. Het is duidelijk dat er vandaag monopolies zijn, quasi-monopolies, dat er sprake is van machtsmisbruik. Ik lees, en u misschien ook, dat er geweldig veel voorraden aan graan, koren, maïs zijn. Dat is toch wel zeer verwonderlijk dat dan in zo'n omstandigheden de prijzen van al die voedselproducten zo stijgen. Dus daar is iets dat niet klopt en dat voor een stuk zal te maken hebben met machtsmisbruik om op die manier meer winst te slaan uit handel, onder meer in voedingsproducten. En dus het benadrukken van een ernstig concurrentiebeleid, waarbij monopolies en machtsmisbruik getracht worden aan banden te leggen, is van groot belang. Maar nog veel belangrijker is de omslag die nodig is in het monetaire beleid. Dit zijn de basisrentevoeten van de centrale banken. Wat de ECB betreft, bovenaan ziet u sinds het begin van deze eeuw
Een rente die vooral met de eurocrisis in 2012 tot 2015 fors gedaald is, naar nul gegaan is en daar nog altijd zit, 5, 6, 7 jaar na dat. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, idem dito, het renteverloop is vrij vergelijkbaar, al heeft de Federal Reserve in 2016 wel een poging gedaan, 17, om de rente al wat aan te passen. Ze zijn nadien ook terug naar quasi-nul rentes gegaan. Ze hebben recent wel een kleine opwaartse aanpassing in hun basisrente gedaan. Ze hebben op grote schaal aan QE gedaan, quantitative easing, het opkopen van obligaties en andere waardepapier op de financiële markten, bij de banken, bij de investeringsfondsen en dergelijke meer, waardoor hun balans, u ziet hier de cijfers, gigantisch gezwollen zijn. Dit zijn balansen van centrale banken die we zien in oorlogssituaties waarbij er een algemene mobilisatie is, ook vanwege de monetaire autoriteiten, om het land door de oorlog te helpen. Wel nu, de Bank of Japan is de spant de kroon. De ECB zit er niet ver meer vandaan. De Federal Reserve en de Bank of England zijn net iets gematigd gebleven. En u moet zich dit inbeelden. Als tegenpost van die balans opblazen, van dat opkopen, eindeloos opkopen van waardepapier, is er de creatie van vers geld. Heel simpel, een centrale bank die zeker in die volumes opkoopt, doet in gelijke mate, in min of meer gelijke mate, aan de creatie van vers geld. Noodzakelijke acties, die zijn naar mijn mening de onmiddellijke stop aan die aankopen van obligaties en ander waardepapier. En daarbij moet je een onderscheid maken tussen netto en bruto. Dat is een subtiel onderscheid waar centrale bankiers nogal eens durven mee spelen in hun verklaringen naar de publieke opinie toe. De net sales, daarmee wil ik zeggen dat de centrale banken moeten stoppen met bijkomend te kopen. Ze kunnen eventueel nog even doorgaan met papier dat vervalt te vervangen, maar ook dat moet afgebouwd worden. Zoals gezegd, die balansen, dat zijn oorlogsbalansen. Dat zou de balans van de centrale bank van Oekraïne kunnen zijn, maar dat kan eigenlijk absoluut niet de balans van de ECB of van de Verenigde Staten zijn. En ten tweede moet er uiteraard een verhoging van de rente moeten komen. Het is, excuseer mij de uitdrukking, compleet van de pot gerukt dat je bij 8-9% inflatie nog altijd met rentevoeten van 0-1-2% zit. Dat is natuurlijk op een onwaarschijnlijke manier een aanslag op spaargelden. De 300 miljard die nu op het spaarboekje staan, als die er in het begin van het jaar stonden, en die zullen er op het einde van het jaar nog staan, dan zijn die mensen met dat spaargeld tegen het einde van het jaar meer dan 20 miljard aan koopkracht kwijt. Allicht zelfs 30 miljard. Dat is gigantisch. Dat is een aanslag op spaargeld. Dat moet stoppen. En wat zeker ook van groot belang is, dat is dat die enorme discrepantie tussen inflatie en rentevoeten ook op de financiële markten voor veel verstoringen zorgt. Als de centrale banken dat niet doen, en dat is het proces waar dat we volgens mij nu in zitten, dan heb je verwachtingen die ontstaan bij u als consument, eventueel bij u als ondernemer, als er ondernemers onder de aanwezigen zijn, waarbij je dus inderdaad gaat verwachten dat er meer en meer prijsstijgingen gaan komen en dat je dus best op tijd, hoe zou ik zeggen, de dans vervoegt en ook, langs de kant van de ondernemingen, dan prijsverhogingen gaat doen. Dus dat zijn, economen zeggen dan, ja, de verwachtingen slaan op hol. Wel, ik denk dat dat stilaan aan het gebeuren is. En dat heeft vooral te maken met het feit dat iedereen ziet dat de centrale banken ronkende verklaringen afleggen, maar voor de rest erbij staan en er naar kijken. Een tweede reden waarom die ingrepen dringend moet gebeuren, is dat als je nu niet begint met dat beleid bij te sturen en duidelijk aan te geven dat je die inflatie echt wel onder controle wil houden, dan kan je er gif op innemen dat op een latere datum, binnen een half jaar, binnen een jaar, misschien zelfs nog later,
dat je helemaal in overdrive of overkill moet gaan om die inflatie onder controle te krijgen. Paul Volcker, een van de meest legendarische centrale bankiers uit de naoorlogse periode, was voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank van het eind van de jaren 70 tot eind van de jaren 80. Is de man die de grote inflatie van de jaren 70 onder controle gekregen heeft. Maar op een bepaald moment waren de korte termijnrentevoeten in de Verenigde Staten, hou je vast, 30%. Hè? 30%. Hè? Derde reden waarom we dit moeten doen, is dat een beleid altijd ruimte moet hebben om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. En we hebben al genoeg onverwachte negatieve ontwikkelingen gehad om die beleidsruimte echt wel te koesteren. Black swans, onverwachte fenomenen en ook onwaarschijnlijke fenomenen, maar als ze zich voordoen, hebben ze enorme gevolgen. Wie had 5 maanden geleden voorspeld dat meneer Poetin Oekraïne ging binnenvallen? Maar nu het gebeurt en nu het volop bezig is, heeft het enorme gevolgen. Dus dit zijn 3 redenen waarom de centrale banken echt wel moeten ingrijpen en waarom ik vanuit mijn positie in het Europees Parlement eigenlijk al maanden een beetje in de clinch ligt met de ECB, die niks doet, die voortdurend zegt dat, die eerst zei dat de inflatie voorbijgaand was, die nu zeggen, ja, het is misschien een probleem, maar we moeten toch opletten dat we goed zien wat dat we doen, dat we weten wat dat we doen, dat we geen gekke dingen doen, die er dus bij staat en er naar kijkt, maar die eigenlijk ten gronde niks doet. Dit zijn de 3 redenen waarom dat absoluut en dringend en snel en ingrijpend moet gebeuren. Voilà, dit waren mijn inleidende bemerkingen. Ik ga nu normaal gezien zicht krijgen op wat er via de chat allemaal binnengekomen is. Ik zie van Prosper Carrier de vraag of de euro gaat devalueren. De Japanse centrale bank. Nee, de Japanse centrale bank is al sinds het begin het jaar aan het zeggen dat ondanks de inflatie dat ze de rentevoeten niet zal verhogen. Ga kijken wat er met de yen gebeurd is. Die is sinds het begin van dit jaar al ruim 20% van zijn waarde verloren ten opzichte van de dollar. Dus gaat de euro devalueren. Als de ECB op haar huidige koers blijft, als de ECB verder blijft achterop inken op wat de Federal Reserve in Amerika doet, want daar heeft men voor de rest van dit jaar 6 bijkomende rentevoeten aangekondigd, dan zal de euro inderdaad ten opzichte van de dollar waarde verliezen. Rombouts, meneer Rombouts neem ik aan. Wij lezen dezelfde websites duidelijk, want ik heb ook net voor ik hier aan de uiteenzetting begon gezien dat de Duitse producentenprijzen, de groothandelsprijzen, dat is misschien nog de meest verstaanbare vertaling. Dus eigenlijk de prijzen in de fase voor de consumentenprijzen zijn inderdaad op jaarbasis met 30% gestegen. Dat is gigantisch. Dat wil niet zeggen, omdat er uiteraard tussen groothandel en kleinhandel nog een aantal zaken kunnen gebeuren, dat de Consumer Price Index met 30% zal stijgen. Maar dat dat natuurlijk een opwaartse druk geeft op de prijzen, staat buiten kijf. Ik wil eraan toevoegen dat van 2 dingen 1. Ofwel gaan die groothandelsprijzen, stijging met 30%, zich ook vertalen in stijging van de consumptieprijzen. Ofwel, als die stijging van de consumptieprijzen dan veel minder is, dan zal dat uiteraard een enorme impact hebben op de winstmarges van bedrijven. In sommige gevallen valt daar iets voor te zeggen. In andere gevallen kan dat dramatische gevolgen hebben voor het bedrijfsleven. Ik vermoed dat we een mengeling van de twee gaan krijgen. Dat we inderdaad een inflatie gaan krijgen die nog een stuk boven het niveau waar we nu zitten gaat uitstijgen. Maar dat we tegelijkertijd toch in de komende kwartalen een serieuze intering op de winstmarges van bedrijven. Daarom niet in alle sectoren, maar toch in een aantal sectoren gaan zien. Wat is de verwachting in verband met de korte termijnrente? Ja, die rente moet dringend omhoog. Die moet niet drastisch omhoog, maar er moeten duidelijke signalen komen dat men die rente wil aanpassen
aan de nieuwe inflatoire omgeving waarin we terechtgekomen zijn. Ik merk alleen samen met u dat de ECB op dat vlak bijzonder aarzelend is, om allerhande redenen, dat is een verhaal apart. Dus ik ben er nog niet zo zeker van. Op dit moment zegt de ECB dat er ten vroegste in het derde kwartaal, dat wil dus zeggen vanaf juli, augustus ergens, renteverhogingen gaan komen. We zullen zien als er ondertussen nieuwe inflatiecijfers komen die maken dat men toch wel echt het vuur aan de schenen zal voelen. Dan gaat men het misschien sneller doen. Maar de rente op zich moet absoluut omhoog. Als je dan subsidies belooft bij verbouwingen zoals isolatie en ze worden niet uitbetaald, kan ik deze gelden ook niet meer investeren in de economie. Dat is volledig terecht. En als er daaromtrent klachten zijn, dan zou ik u bij deze zeker uitnodigen om die te formuleren, over te maken. En dan worden die hier op de partij zeker behandeld en in goede orde doorgestuurd naar waar ze thuis horen. Dan de trillion dollar question, de inflatie en de loonindexen. Wel, België, laat mij een gemoduleerd antwoord geven. België is het enige land met een directe indexering. De gezondheidsindex stijgt en dan volgens een bepaald schema worden in de weken, maanden nadien lonen en uitkeringen aangepast. In andere landen is er toch ook altijd wel ergens een link met de inflatie, maar ten eerste, hij is niet direct. En ten tweede, hij staat open voor discussie. En ik wil u verwijzen naar het loonakkoord dat uit het hoofd nu 3 maanden geleden afgesloten is in Duitsland door IG Metall, de grootste vakbond van Duitsland, die in die onderhandelingen gegaan zijn met een looneis van, als ik me nog goed herinner, 5,4%. Tijdens die onderhandelingen is het ook aan de vakbonden, voor de vakbonden duidelijk gemaakt dat die inflatie ook een impact zal hebben op de concurrentiekracht als men dat onverkort blijft doorrekenen. En uiteindelijk is er daar een loonakkoord voor 2,8% voor dit jaar uitgekomen. Dat wil zeggen dat dus in Duitsland de inflatie, of beter gezegd de lonen, de inflatie zeker niet zullen volgen. En er zal dus zeker een verlies aan koopkracht zijn. Bij ons is dat beperkt omwille van die indexering. Maar dat heeft natuurlijk gevolgen. En er is hier en daar, onder meer recent nog door de hoofdeconoom van KBC op gewezen, dat onze inflatie en de manier waarop we verder met de loonvorming omgaan op een directe manier onze concurrentiepositie aantast en op termijn, dat zijn zaken die altijd een zekere termijn vergen om in uitwerking te krijgen, zeker ook de tewerkstelling zal hypothekeren. Moeten we dan de indexering afschaffen? Ik was, zoals sommigen onder u zich wellicht herinneren, minister van Financiën in de regering Michel, die de indexsprong gedaan heeft. Dat zou ik vandaag niet doen. De omstandigheden waren toen anders. We hadden toen al een enorme concurrentieachterstand opgebouwd als gevolg van het prima beleid van de regering Di Rupo. Prima tussen aanhalingstekens uiteraard. Ten eerste en ten tweede, de omgeving, de internationale economische geopolitieke omgeving, was toen toch een stuk rustiger dan het nu was. Ik denk niet dat het verstandig zou zijn om vandaag aan de mensen die al met zeer veel onzekerheden, met zeer hoge facturen af te rekenen hebben, te zeggen van, kijk, weet je wat, we gaan nog eens een paar indexeringen overslagen nu. Ik denk dat dat een verkeerd signaal, een verkeerde ingreep zou zijn. Tegelijkertijd mogen we natuurlijk niet blind zijn voor dat verlies aan concurrentiekracht. En daar zou nu iets moeten aangedaan worden, vooraleer de tewerkstellingsafbraak begint. En die gaat zeker komen, daar moet niemand aan twijfelen, als we de indexering onverkort laten doorgaan. De enige manier om dan uit die moeilijke situatie aan te geraken, is een vermindering van de sociale bijdrage van de werkgevers. Dat verlicht de globale loonkost, zonder dat dat op de kap van de werknemer terechtkomt.
En maakt dus dat bedrijven hun competitiviteit wel voor een stuk beschermd zien door die verlaging van die kosten. Dan hoor ik sommigen zeggen, van over het veld, dat is wel een gat bij in de begroting. Ja en nee. Ja, omdat je inderdaad minder inkomsten gaat hebben uit die sociale bijdrage. Maar als je die tewerkstellingsafbraak haar werk laat doen, dan gaat je die minder inkomsten ook hebben. Alleen gaat je op dat moment ook die werkloosheid hebben en gaat je nog een hoop sociale spanningen bovenop hebben. Dus anticipeer, wees moedig, voer dat beleid zo door, zorg ervoor dat die tewerkstellingsafbraak er niet komt en je zal op termijn ook positieve effecten op de begroting krijgen. Ronnie Matthijs, de formule MVPQ, de voorgenaamde kwantiteitstheorie. M is de hoeveelheid geld in de economie. V is de omloopsnelheid, in het Engels is dat de velocity of money. Als je die twee met elkaar vermenigvuldigt en je zet aan de andere kant van de vergelijking het prijspeil en de productie van goederen en diensten in je economie, dan is dat iets wat eigenlijk per definitie, want dat is eigenlijk een identiteit, gelijk moet zijn. En dus bijvoorbeeld, er is een bepaalde economische theorie die zegt, ja, de V die is eigenlijk vrij constant. Dat is soms waar, maar soms ook niet. De Q, ja, die wordt bepaald door wat er in de economie gebeurt op vlak van innovatie en dergelijke. En dus als je de M fors laat stijgen, dan gaat dat vooral een impact hebben op de P. Dat is een formule waar sommige macro-economen veel mee werken. Dat is een formule die een zekere beperking heeft qua analytisch vermogen, maar die je wel toelaat om op bepaalde momenten en in bepaalde situaties dat monetaire fenomeen of die achterliggende monetaire fenomenen, om die toch een beetje beter te duiden. Als geldcreatie dan zo doorslaggevend is, waarom niet bij andere EU-landen? Dat is waar. Maar natuurlijk, de vrager, meneer De Rijk, meneer Snelders zegt het zelf. Je hebt natuurlijk die monetaire druk. En dan heb je natuurlijk de andere elementen. Datgene wat de hele trein in gang steekt, wat in dit geval de energieprijzen geweest zijn, en wat dus in Frankrijk, in tegenstelling tot de Franse traditie, want Frankrijk is traditioneel een inflatoir land, deze keer de Fransen dus van een forse inflatie gevrijwaard heeft, tot nu toe. De jongste cijfers zie je duidelijk dat ook in Frankrijk de inflatie stilaan begint op te lopen en dat dus dat effect, dat soort van eenmalig effect van lagere elektriciteitsprijzen als gevolg van het grote belang van kernenergie, dat toch wel begint uitgewerkt te geraken. Hoe komt het dat er geld bijgedrukt moet worden door de centrale banken wanneer er op spaarrekeningen een recordbedrag staat? Wel, dat is nu net de eigenheid en de koppigheid van het beleid van de centrale banken. Die zeggen, kijk, we willen voorkomen, we zijn getekend door de financiële crisis. We willen absoluut voorkomen dat er een nieuwe eurocrisis komt. En we gaan de markt liquide houden. We gaan ervoor zorgen dat er geld in de economie is, zodanig dat de economie kan groeien. Dat is een beetje de achterliggende redenering. En hoe kan de ECB geld creëren? Door activa van financiële instellingen te kopen, obligaties, ook van bedrijven. Men heeft ondertussen al heel wat bedrijfsobligaties gekocht. En die om te zetten in geld, volgens het proces dat ik daar straks beschreven heb. En dat geld dat op de spaarrekeningen staat, dat speelt, ik ga nu heel cru zijn, daar houdt de centrale bank absoluut geen rekening mee. Dat is wel heel duidelijk geworden de voorbije jaren. Zij pompt voortdurend geld bij, omdat zij geld in de economie wil houden. Dat ondertussen dat geld gebruikt wordt voor zaken waarvan dat u echt wel de vraag kunt stellen, komt dat de economie zo ten goede? De massale terugkoop van aandelen door grote bedrijven, is dat zo productief? Is dat zo bijdragend aan economische en sociale vooruitgang? Ik denk het niet. Dus van dat gecreëerd geld wordt er veel geld, en nu ga ik beleefd en braaf blijven, toch wel een beetje oneigenlijk gebruikt. Goud, ja. Goud is traditioneel de beschermer tegen inflatie.
Ik heb de indruk dat als je nu naar de goudprijsevolutie kijkt, dat die link iets minder sterk is. Ik denk persoonlijk dat die er nog altijd is. Maar diegenen die nu al naar hun bankier aan bellen zijn om goud te kopen, wil ik er toch wel even op wijzen dat ze misschien eens eerst even moeten gaan kijken naar de grafiek van de evolutie van de goudprijs over het voorbije jaar. En dan zal je zien dat in die goudprijs die inflatie die we in dat voorbije jaar gezien hebben, toch al voor een heel stuk inzit. En dat dus het anticiperen door in goud te gaan op inflatie, dat dat eigenlijk voor een stuk al gebeurd is. Laag inflatie in Frankrijk, ingrijpen van de overheid. Ja, de blokkering van de prijzen. Maar natuurlijk, in Frankrijk kan men dat veel makkelijker, omdat men daar met die kerncentrale zit, waarvan de kostprijs, die zij uiteraard minstens moeten proberen terug te verdienen, heeft uiteraard op zich niks te maken met de prijs van gas en olie. En dus het is veel makkelijker om in Frankrijk te zeggen, kijk, we gaan aan de kerncentrales. Die zitten trouwens in bedrijven waar de overheid meestal een dikke tot zeer dikke vinger in de pap heeft. We gaan die prijzen blokkeren. Men doet daar eigenlijk die bedrijven, ik mag niet zeggen dat je die bedrijven daar geen pijn mee doet, maar men doet die daar niet echt heel veel pijn mee. Welk effect heeft de inflatie op het meerjarig budget van de EU? Ja, dat heeft natuurlijk tot gevolg dat daar een aantal dingen opnieuw bekeken worden. Dat is een proces waar dat we nu in zitten en waar dus toch wel, alhoewel er bepaalde beschermingsmechanismen tegen inflatie in zitten. U weet dat een belangrijk deel van de bijdrage van de lidstaten aan het Europees budget komt van de zogenaamde BBP-bijdrage. Nu, het BBP stijgt als de inflatie stijgt. Nominaal, maar bon, nominaal is ook een stijging. En dus er zal dan sowieso vanuit die hoek ook meer geld binnenkomen binnen de EU. Maar los daarvan is het zeker zo dat de inflatie op bepaalde uitgavencategorieën een grotere impact heeft dan op andere. En dat geeft natuurlijk alle lobbygroepen en al diegenen die vandaag smullen van dat Europees geld, die zijn uiteraard nu in alle staten. Wij krijgen dagelijks mails van mensen die mij absoluut willen zien, omdat ze vinden dat wat naar hen gaat, dat toch wel minstens intact moet blijven en niet door de inflatie mag aangepast worden. Wat moeten de Belgische en de Vlaamse regering doen? Kijk, wat de begroting betreft, en ik heb daar met mijn goede vriend Matthias Diependal al een paar keer over van gedachten gewisseld. Ik heb in mijn periode als minister van Financiën geleerd dat er om een structureel gezonde begroting te krijgen, dat er eigenlijk één ding van absoluut belang is. En dat is een voldoende hoge tewerkstellingsgraad. Er moeten voldoende mensen aan het werk zijn, anders krijg je die begroting nooit, nooit onder controle. Pre-corona kan je heel makkelijk verifiëren dat de landen die hun begroting en hun schuldpositie onder controle hadden, Duitsland, Nederland, Scandinavische landen, allemaal landen zijn met een tewerkstellingsgraad van 80% of meer. Wij zitten in België uit het hoofd nu aan amper 70%. In Vlaanderen zitten we dankzij het beleid van de regering Bourgeois, die op dat vlak belangrijke dingen gedaan heeft, zitten we aan iets van een 75%. Maar in Brussel en Wallonië zitten we amper aan 60%. Dus absolute prioriteit, ook vanuit sociaal standpunt, maatregelen nemen om de tewerkstelling te bevorderen op een gezonde manier, op een vol te houden manier, op een, wat economen noemen, marktconforme manier. Dat is belangrijk. Wat zijn de gevolgen voor de huizenmarkt? Ja, ik denk dat we daar toch wel een stuk afkoeling gaan krijgen door een combinatie, of vooral door die verstrekking van het monetair beleid, de verhoging van de rentevoeten, die er ongetwijfeld gaat komen, die uiteraard de eetlust van mensen voor leningen zal afremmen en die natuurlijk ook de investeerders in vastgoed wel eens twee keer gaan doen nadenken over het rendement van hun investering, gegeven die hogere inflatie. De Franse inflatie ligt lager omdat de Franse staat de gasprijs afgetopt heeft met belastingsgeld. Wel, ja en nee. Het is een beetje vestzak broekzak, omdat veel van die bedrijven toch geheel of gedeeltelijke staatsbedrijven zijn.
En omdat die bedrijven, ik herhaal, kernenergie, lagere kostprijs, et cetera, meer ruimte hebben om iets te doen op het vlak van hun marges en hun prijszetting. Dus het antwoord op die vraag is ja en nee. Gaat de EQ beter, de UK, sorry, beter om met de situatie dan de EU? Dat zou ik niet direct zeggen. Ik denk dat meneer Johnson een beleid voert dat nogal veel weg heeft van zijn haardos. Dus een beetje verward, sympathieke gast, maar wel een beetje verward. En een beetje van de hak op de tak en nogal veel nadruk op korte termijn. Waar de UK natuurlijk wel van profiteert, en dat is iets wat ik al van in het begin bij de Brexit-discussies gezegd heb. De UK gaat zijn pond laten devalueren. Devaluatie maakt export een stuk makkelijker. En er is een vrij grote export-drive in de UK op dit moment, die de groeisituatie in de UK iets beter maakt dan binnen de EU. Ja, uiteraard, die negatieve rentes, alsjeblieft. Dat is dus afficheren dat geld waardeloos is. Ja? Als u negatieve rentes aanhoudt, of aanhoudt, dan zegt u eigenlijk als monetaire autoriteit, geld is waardeloos, want aan het begin van de rit heb je 100 en aan het einde van de rit heb je nog 99. Dus daar moet absoluut mee gestopt worden. Dat verstoort heel het monetaire systeem. Dat jaagt het financiële systeem op hol. En zeker bij een inflatie van 7, 8, 9% is dat van de pot gerukt. Ja, de andere overheden kunnen zeker iets doen. Ik weet niet, hebt u het nu over de energieprijzen of over andere elementen? Maar bijvoorbeeld mijn eerste punt van wat moet er gebeuren? Concurrentiebeleid, en dat moet dan vooral op Europees niveau. Daar moeten we zeker de zaak aanscherpen. Er zijn vandaag te veel sectoren waarin bedrijven, laat het mij zo uitdrukken, de druk van de concurrentie niet bepaald als zeer sterk ervaren en met andere woorden, zich gesterkt voelen om prijsverhogingen door te voeren die niet in verhouding staan tot hun kostprijsevolutie en die dus met andere woorden van de gelegenheid gebruik maken, om het woord misbruik niet te gebruiken, om de situatie ten hun voordele te verbeteren. Wel, ik ben daar niet zo zeker van. Ik ben stagflatie. Ik praat zelfs al van shrinkflatie, shrinking. De economie krimpt. Maar de economie krimpt omdat we met de oorlog in Oekraïne heel veel onzekerheid hebben. Omdat bedrijven aarzelen om te investeren, omdat mensen aarzelen om te spenderen. Omdat er opnieuw conferator China, waar men toch nog altijd een draconisch COVID-beleid voert, dat daar ook veel remmen op de economische groei ontstaan. En dus, ik zou bijna durven zeggen, nee, ik ga het bijna weglaten, ik durf zeggen dat als de centrale banken vandaag op een verstandige, maar toch duidelijke manier hun rentevoeten beginnen te verhogen, geven ze naar de markten een duidelijk signaal, wij willen niet dat die inflatie uit de hand loopt en wij zullen ingrepen verder doen, dat het vertrouwen terug zal verhogen. Want nu zijn er heel veel mensen in de financiële werk en ook in het bedrijfsleven die zich terecht de vraag stellen, jongens en meisjes, waar gaat dat met die inflatie naartoe? En dus, ik deel volledig de mening van onder meer een van de regionale presidenten van de Federal Reserve in de Verenigde Staten, die een paar dagen terug gezegd heeft, we moeten absoluut zorgen dat we dat inflatiebeest onder controle krijgen. Of net omwille van het feit dat dat niet lukt, gaan we de economische groei helemaal de dieprik injagen en gaan we dus ook de werkstellingsafbraak krijgen. Zal de euro ook ten aanzien van de Noorse kroon in waarde dalen? Ik denk het wel. Don't shoot me als er iets anders gebeurt. Nee, ik denk oprecht. Ik ben hier niet om jullie verhaaltjes te vertellen. Ik ben hier om mijn mening te geven, die soms juist is, maar die ook wel eens verkeerd durft zijn. Waarom? Twee redenen.
Noorwegen is volop bezig met zijn rentevoeten te verhogen, conferaat door het voorbeeld van Japan dat ik u gegeven heb. En ten tweede, drie elementen. Dus eerst en vooral de rentevoeten die verhoogd worden. Tweede, Noorwegen is een belangrijk gasland. En sommige klimaatmensen gaan dan door het dak. Maar het is duidelijk dat gas voor nog vrij lange tijd een belangrijk onderdeel van onze energievoorziening zal blijven uitmaken. En ten derde is Noorwegen natuurlijk een land dat misschien wel financieel het gezondste land van heel Europa is. Zij hebben over de voorbije decennia hun inkomsten uit olie en gas op een bijzonder verstandige manier gebruikt en geïnvesteerd. En zij maken, en dat maakt dat dat land vandaag eigenlijk bijna immuun is voor financiële crisissen. Dus de euro, tenzij de ECB toch plots in een hogere versnelling schiet wat de renteverhogingen betreft, zal de euro ten opzichte van de Noorse kroon eerder waarde verliezen dan wel stijgen. De vraag die ik dan lees, de volgende vraag is: de Vlaming is een spaarder, in de euro is het momenteel een risico. Welke assets zijn er alternatieven en toegankelijk voor de gewone mens, die toch nog conservatief wil sparen zonder al te veel risico? Wel, meneer of mevrouw Nikos, spreiding. Een beetje goud, een beetje aandelen. Obligaties opletten, want die gaan natuurlijk klappen krijgen als de rentevoeten erg gaan stijgen. Bepaalde munten, de Noorse kroon lijkt mij een goed voorbeeld te zijn. Dus spreiding is het enige zinvolle. Je moet nu trachten grote accidenten te voorkomen. En die gaan er met de rentevoetstijgingen zeker gebeuren. Je kan dat milderen door op een verstandige manier te spreiden en door in verschillende ruiven kan je dat wel bereiken. Wat kunnen wij als consument doen? Ik denk zeer aandachtig shoppen. Zeer goed toezien op hoe de prijzen evolueren in de diverse distributiekanalen. En voor een stuk, gegeven de huidige omstandigheden, misschien toch een klein beetje de tering naar de nering zetten. Ik weet dat dit zeer onpopulair klinkt. Maar als de zaak in Oekraïne bijvoorbeeld nog verder escaleert, dan is wat er op het vlak van economie en inflatie gaat gebeuren, ik zou durven zeggen, everybody's guess is a good guess. Dus je zal je toch aan de omstandigheden moeten aanpassen. Ik besef zeer goed dat dat voor zeer veel gezinnen en individuen een razend moeilijke opdracht is. Maar we zullen niet anders kunnen. En ik denk dat we daar ook, als we daar echt voor gaan en dat in de ogen kijken, het is duidelijk dat je niet op Vivaldi moet rekenen om ernstige maatregelen te zien nemen die u als consument echt ten goede komen. Dan kan je er misschien toch nog versterkt uitkomen als je erin slaagt om de nodige aanpassingen door te voeren. Kan de indexering van de lonen, kunnen we die blijven hanteren? We gaan ons uit de markt spelen. Tenzij dat er dus een ingreep komt. En ik herhaal wat ik daar straks gezegd heb. Ik vind niet dat de omstandigheden er zijn om een desindexering of indexsprongen te gaan doen. De mensen hebben al heel veel onzekerheden waar ze moeten mee afrekenen. De aanslag op hun koopkracht is al aanzienlijk. De compensatie die ze vanuit Vivaldi krijgen is echt niet de moeite waard om te vermelden. En dus aan die index gaan morrelen zou ik vandaag echt niet doen. Maar ik herhaal mijn voorstel. Zorg ervoor dat de bedrijven op het vlak van de loonkost een stuk tegemoetkoming krijgen, waardoor zij op het vlak van de tewerkstelling niet direct tot serieuze ingrepen moeten overgaan. Wel, blijft de inflatie hoog en kan het uit de hand lopen? Eerst en vooral de inflatie zal nog verder stijgen. De Duitse producentenprijzen zijn een goede indicatie, waarmee ik dus niet zeg dat ze de consumptieprijs ook naar 30% gaan, maar dat er voorlopig nog een serieuze opwaartse druk zit. Is zeker zo. En kan het uit de hand lopen? Ja,
het kan uit de hand lopen. We hebben dat in de jaren 70 gezien, waar op een bepaald moment er een acceleratie van de inflatie was van 6, 7, 8% naar 20%. In de VS zelfs iets meer dan 20%. Ja, en dan is het kiezen of delen. Hè. Ofwel haal je dan de grote antibiotica spuit boven, wat Paul Volcker in de Verenigde Staten gedaan heeft, gevolgd door de andere centrale banken uit de westerse wereld. Maar dan gaat het natuurlijk echt wel pijn doen, want dan gaan we dus naar rentevoeten die minstens even hoog als het inflatiecijfer zijn. En waarschijnlijk op het einde van de rit zelfs nog hoger zullen gaan. Hoe interessant is het om op dit moment als lokaal bestuur geld te lenen? Onze realisatiegraad ligt te laag. Wij overwegen grote som te lenen om onze investeringen te financieren. Als u... Ah, het is van Vera. Dag Vera. Vera Seel is geel voor de anderen. Als je uw investeringen... U praat over investeringen. Hè? Dus het verbeteren van de infrastructuur voor bevolking, bedrijfsleven, voor de hele bevolking. Dan is er inderdaad op dit moment zeker een pleidooi om voor een verhoogde leningsgraad te gaan. Je moet natuurlijk ervoor zorgen dat je normale gemeentelijke inkomsten de terugbetalingscapaciteit inhouden om dan ook de terugbetalingen te doen. En ik zou zeker niet gokken en absoluut gaan als je tot die beslissing komt om voor een vaste rente te gaan en niet meer te gaan speculeren op mogelijke variaties met een variabele rente, want dat gaat, dat gaat niet goed uitdragen. Hoe dramatisch worden de indexloonaanpassingen in België de komende periode? Ja, dat is functie van wat er met die inflatie gebeurt. Hè. Als die blijft doorstijgen, gaat dat dramatisch worden. En gaan we waarschijnlijk op een bepaald moment toch moeten ingrijpen, zelfs met socialisten en groenen in de regering. Want ook zij zullen op een bepaald moment verzuipen. Ik zou bijna durven zeggen, letterlijk. Dus dat kan nog een heel eind en dat kan dramatisch uit de hand lopen. En gegeven de huidige omstandigheden zou dat ook wel eens heel snel kunnen gaan. Het is niet gezegd dat het gebeurt, maar er zijn te veel onzekerheden vandaag om zomaar te zeggen, nee, zo'n vaart zal het wel niet lopen. Dat zal u mij niet horen zeggen. De beurzen zijn al een hele tijd volatiel. Ja, inderdaad, de beurzen zijn al een hele tijd volatiel en dat heeft ook alles te maken met de onzekerheid over dat monetaire beleid. Want uiteraard, als de VS in de komende periode nog 6 bijkomende rentevoeten gaat doen, wat de voorzitter van de Federal Reserve met evenveel woorden gezegd heeft 2 weken geleden, als ook de ECB dan toch tot rentevoetverhogingen zou overgaan, ja, dan is het natuurlijk evident dat er weer andere financiële beleggingen aantrekkelijker worden. En mis mee andere woorden, dat beleggen op de beurs weer een stuk minder aantrekkelijk wordt. Maar ook hier zou ik pleiten, ik denk dat er altijd goede redenen zijn om in de beurs te blijven, maar spreid uw bedje, spreid uw inzet, niet alleen qua sectoren, high-tech sectoren, meer traditionele sectoren en dergelijke, maar ook qua landen en munten. Zorg dat u een goede mix hebt. Wat betekent dat je soms wel eens een tik in neerwaartse richting zal krijgen, maar dat die dan in de globaliteit van je portefeuille nooit dramatische vormen zal aannemen, net omwille van het feit dat je je gespreid hebt opgesteld. Ik denk dat investeren, de vraag is, zal deze inflatie gevolg hebben voor de vastgoedmarkt? Is investeren in vastgoed een veilige keuze? Ik denk dat als u investeert in vastgoed om te investeren in vastgoed, denk ik dat we op een heel dubieus moment zitten. Als u natuurlijk investeert in vastgoed om uw eigen woning, uw eigen woonst van te maken, dat is een andere zaak. Dan denk ik dat de rentevoeten en dergelijke nog altijd zeer attractief zijn. Maar de investering in vastgoed als investering, dat staat zeker onder druk en zal waarschijnlijk verder onder druk komen. Hoe haalbaar is een renteverhoging? Wel, ja, de sovereign debt crisis in Europa. Dit is natuurlijk
Een complex gegeven, want het sovereign debt crisis in Europa is een probleem van enkele landen. Ik heb zelf als minister van Financiën de Griekse crisis meegemaakt. Dat was alle hens aan dek. Griekenland is in het kader van Europa, met alle respect voor de Grieken en vooral hun historische erfgoed, dat is een voetnoot. Griekenland is niet meer dan een voetnoot. Italië, dat is een andere koek. Spanje, dat is een andere koek. Dan praat je over economieën die meer dan een kwart van heel de euro-economie uitmaken. En die vandaag, als er echt wantrouwen op de markt zou komen, als eerste in het vizier komen. Daar zijn duidelijk al signalen van geweest. En dus, er gaat zich op dat moment, wat dus naar mijn bescheiden mening gaat komen, gaat er binnen de ECB een grote discussie ontstaan. Zijn wij als ECB gemachtigd om selectief tussen te komen, zodanig dat de rentevoeten van bijvoorbeeld Italië en Spanje minder gaan stijgen? Volgens de huidige statuten en reglementering waar de ECB zich moet aan houden, mag ze dat niet doen. Mag ze dat niet doen. Tenzij, in een bepaald programma dat nog door meneer Draghi in het leven geroepen is, men aan dat land heel duidelijke voorwaarden oplegt voor wat het herstelbeleid betreft. Het probleem daarmee is dat je daar natuurlijk mee een anti-Europese groep, die in al die landen toch wel aanwezig zijn, dat je die natuurlijk veel koren op de molen gaat geven, net omwille van het feit dat er dan zal gezegd worden, ja, wij Italië, wij moeten nu, ik weet niet wat gaan doen, omdat Europa ons dat oplegt. Dat is een spanningsveld binnen de euro. En sommigen onder jullie zullen misschien wel weten dat ik 10 jaar geleden of zo het boek The End of the Euro geschreven heb. Ik blijf daar onverkort bij. De euro blijft een onvolledige constructie. En zolang dat we niet in slagen om die constructie volledig af te werken, zullen we regelmatig met de eurozone in problemen komen. En ik verwacht dat dat met renteverhogingen ook gaat gebeuren en dat vooral Italië en Spanje in het vizier zullen komen. Dient de Belgische federale regering in de huidige omstandigheden dezelfde ingrepen door te voeren als die van de jaren 80 van vorige eeuw? Devaluatie kan niet meer, maar indirect sprong op lonen en huren en dergelijke wel. Wel, daar heb ik eigenlijk denk ik al wel op geantwoord. Ik denk dat er andere dingen zijn. Ik denk dat een indexsprong vandaag naar de bevolking toe geen goede ingreep zou zijn. Maar er zijn dus andere ingrepen. Ik ga ze niet meer terug herhalen waar ik eerder in ons gesprek of in deze webinar op gealludeerd heb. Die kunnen toegepast worden. Aandelen kopen of verkopen, weggaan van de beurs? Nee. Dat zou ik niet direct doen. Ik zou het wel op een conservatieve en vooral, excuus, maar ik val in herhaling, op een gespreide en doordachte manier sectoren, geografisch, munten doen. Zal een stijgende rente onze staatsschuld niet doen overkoken? Als men dat ongebreideld zijn weg laat gaan, ja. Ik heb zelf als minister van Financiën er heel veel werk van gemaakt om de duurtijd van de uitstaande overheidsschuld te verlengen. Die is in die periode dat ik minister was van 7 naar 9 jaar gegaan, 9,5 jaar. En dat maakt dat je toch iets minder afhankelijk bent of iets minder de gevolgen zult voelen van stijgende rentevoeten. Je gaat dat voelen, maar door de looptijd uitgerokken te hebben van die overheidsschuld, komt dat effect later en veel gematigder. Dus dat gaat zeker komen, maar niet onmiddellijk, zeker niet het eerste jaar. Zal België Russische olie weigeren? Ja, wat zullen dan de gevolgen zijn? Wel, ik denk dat die gevolgen relatief beperkt gaan zijn wat olie betreft. Gas is een ander verhaal. Omdat er inderdaad vandaag zeker en vast andere olie toevoer voorhanden is. Dus het weigeren van Russische olie, dat zal zeker ook, we gaan dat voelen, zonder twijfel. Maar niet in de mate dat we dat zouden voelen met gas. Het gevaar van de lange termijn rentestijging voor de schuldgraad van de nationale regeringen in de EU, wel, ik heb het net aangegeven, het zullen vooral de landen zijn die veel van hun overheidsschuld op korte termijn hebben, 1, 2, 3 jaar, die natuurlijk onmiddellijk
de impact van die renteverhogingen in hoge mate gaan voelen. En ook dat, wat dat betreft, is Italië nu niet direct het land dat het meest exemplarische schuldbeleid gevoerd heeft, wat we in België met de schuldcel van de federale overheid wel doen. Het zijn uitstekende mensen die, gegeven de omstandigheden, dag in dag uit uitstekend werk doen. De PICS zijn trouwens intussen schijnbaar de BIC geworden. Ik weet het niet hoor. Ik durf betwijfelen dat Spanje, België is er zeker niet goed aan toe. Als je de jongste gegevens van het IMF bekijkt op het vlak van groei, op het vlak van inflatie, op het vlak van publieke financiën. Maar geloof me, Spanje is er ook wel echt niet goed aan toe. Spanje heeft een gigantisch werkloosheidsprobleem. En ik herhaal wat ik daar straks gezegd heb, een dergelijke inflatie, een dergelijke werkloosheidsprobleem haalt altijd uw begroting opnieuw onderuit. De ECB kan de rente niet direct laten stijgen, gezien we een gigantische schuldenberg hebben in vooral de zuiderse landen. Ik zie de rente dus niet direct sterk stijgen, waardoor het risico op een hoge inflatie toch wel de realiteit. Wel, daar ben ik het eigenlijk grotendeels mee eens. Een van de voornaamste redenen waarom de ECB zo aarzelend is, is inderdaad de positie van de zuiderse landen. Maar je gaat natuurlijk onvermijdelijk op het punt komen als de inflatie, ik zeg maar iets, 10-12% is. Ja, dat men natuurlijk iets zal moeten doen. Dan gaat Lagarde zich echt het leven totaal onmogelijk maken als ze dan nog altijd langs de kant zou blijven zitten. En dus inderdaad, men zal dan wel in actie komen, maar allicht onvoldoende. En dan is de risico op hogere inflatie of nog hogere inflatie inderdaad reëel. Ik zie dat ik één vraag heb overgeslagen. De huurprijzen van woningen zijn het afgelopen jaar met plus-minus 7,5% gestegen. Wat is de voorspelling voor de komende 12 maanden? Ja, dat is natuurlijk wel iets wat de regering Vivaldi allicht snel zal aftoppen. Dus als het inflatiecijfer inderdaad een neologische indicatie is van wat er met die huurprijzen zou kunnen gebeuren, en dat gaat in de richting van 10% of meer, dan vrees ik wel dat er een ingreep van de regering zal komen, van de regering Vivaldi, en dat men die huurprijzen geheel of gedeeltelijk zal gaan blokkeren. Is de achterliggende reden van de weigering van de ECB tot renteverhoging niet het feit dat hun opgekocht schuldpapier dan een forse waardevermindering incasseert bij renteverhoging? Dat speelt mee, dat speelt zeker mee, maar de ECB kan natuurlijk rustig dat papier op zijn balans laten staan en wachten op andere tijden. Dat is het voordeel van een centrale bank die de knoppen van het geldbeheer zelf in handen heeft. Wat ik hier wel wil aan toevoegen, dat is dat we praten altijd over de ECB, maar er is een belangrijke rol binnen het Europees systeem nog altijd voor de nationale centrale banken, dus in het geval van België, de Belgische nationale bank. En dat verlies waar u hier terecht op alludeert, meneer De Reu, dat zit niet bij de ECB, maar bij de nationale bank. En dat zal er onder meer toe leiden dat het dividend dat de nationale bank uitkeert aan de schatkist, en dat dus uiteraard de federale begroting ondersteunt, dat dat onder druk zal komen. En wederom moet ik op mijn geheugen een beroep doen, maar ik meen dat dat dividend van de centrale bank in België ongeveer 350 miljoen per jaar is. Gegeven de deficits waar we mee zitten, is dat niks om echt van gaan wakker te liggen, maar het komt er dan nog maar eens bovenop. Volgt de gezondheidsindex op korte afstand de consumptieindex. Mijn huisbaas is wakker geschoten. Ik betaal nu €67 per maand meer. Het effect van de energieprijzen zit maar gedeeltelijk in de gezondheidsindex. Dus die gezondheidsindex is aanvankelijk veel minder gestegen dan de algemene index. Maar omwille van het feit dat er nu meer en meer andere prijzen ook mee beginnen te evolueren, is er inderdaad een tendens om die twee indexen om terug bij elkaar te komen. Merkt u dat de verschillende visies hierop voornamelijk ideologisch van aard zijn of eerder vanuit verschillende belangen?
komen, hoe analyseert u die verschillende visies? Ja, er zijn uiteraard verschillende ideologieën. Kapitalisme, socialisme, liberalisme. Waarbij er inderdaad, zeker vanuit de eerder linkse hoek van de politiek, een neiging is om schuld, schuldvorming, schuldoploop, inflatieoploop, om dat eerder te minimaliseren, zeker in een aanloopfase. Dat diezelfde mensen dan krijsend weglopen als er moet ingegrepen worden om met die inflatie en die schuld weer onder controle te krijgen, dat hebben we ook in dit land al meerdere malen kunnen vaststellen. Ik zie rond mij veel mensen die totaal niet op de hoogte zijn van wat er gaande is of wat er op ons afkomt. Ik lees de vraag van Chantal van Loveren. Ze blijven geld uitgeven aan overbodige zaken. Ik hou mijn hart vast voor de gevolgen voor hen. Ik snap dat men in de economie aan de gang wil houden, maar meer info voor het algemeen publiek kan hen wel behoeden voor drama's waar iedereen nadien meer voor betaalt. Uitkeringen, steunmaatregelen enzovoort. Kan daar meer aandacht voor komen door via de media meer realistische info te verstrekken? Zeker en vast, terechte opmerking, denk ik. Maar je kan het paard naar het water brengen, maar je kan het niet doen drinken. Ik denk dat wij vanuit N-VA dat er toch wel heel duidelijk gewaarschuwd wordt en gewezen wordt op een aantal zaken die bijvoorbeeld de koopkracht van de mensen toch wel serieus aantasten. Maar als mensen daar blijven van wegkijken, ja, dan ik wil mensen niet met paarden vergelijken. Maar dan is het een beetje zoals het paard dat je naar het water brengt, maar niet wil drinken. Graag publiek, ik moet stilaan afsluiten. Er zijn nog wel wat vragen, maar we zitten ondertussen 9:10. Misschien dat we, ik zal dat binnen N-VA lanceren, dat we misschien over dit inflatieprobleem de komende periode wel eens meer elkaar moeten zien, zodanig dat we de stand van zaken en de verdere evolutie verder kunnen aftoetsen. En dat u mij op een bepaald moment ook kan wijzen op foute voorspellingen of foute analyses. Wat kan gebeuren? Ik ben daar nederig in. Je moet ook nederig zijn in die zaak. Maar ik denk dat het een goede zaak zou zijn. Ik zal dat zeker binnen de partij aankaarten om op dit thema zeker voor het zomerreces nog eens terug te komen. Ik dank jullie voor de talrijke aanwezigheid, voor de talrijke en goede vragen. Ik hoop dat ik een soort minimumdrempel van verwachtingen heb kunnen realiseren. Ik hoop dat jullie van het lenteweer buiten kunnen genieten en dat het inflatiebeest jullie toch niet te veel in de wielen gaat rijden de komende periode. Ik wens jullie het allerbeste. Een goede avond en tot weder horen.